We gaan het over Core hebben. Wie kent Core? Ja, wie nog niet zo goed? Ah, gelukkig. Mooi. Want we gaan nu over Core hebben. En ik heb maar liefst, alle belangrijke mensen achter de schermen en zo. En ook daarvoor, die daarmee te maken hebben. Dat is een product van Krius trouwens. Hè? Maar we gaan het daarover hebben. De komende 20 minuten met Jordi Willems, Glenn Bal, Jens Gillis, Maaike Pleging. Die is trouwens niet van Krius. Dat is een externe. Die is van Lebowski Publishers. En die komen bij mij nu op het podium onder een daverend applaus van jullie. Kom erbij. En ik wil jullie vragen om een beetje zo te gaan zitten, zodat het publiek jullie nog soort van kan zien. En dan is er voor mij geen zitplek meer, maar dan ga ik... Ja, beslissen jullie zelf, maar dan ga ik gewoon aan het werk. En dan... kijk eens. Zo. En we hebben zometeen hierna hebben we dan ruimte voor vragen. En daarna hebben we ook nog iemand die heel erg van... Komt die Engeland, hè? Engeland, die komt hier gewoon live even online ook nog het een en ander over Core zeggen. En over met name de internationale kansen die er liggen. We gaan het hebben over Core. Nou, laat ik dan maar eens beginnen bij Jordi, bij jou. Voor die mensen die zeggen van ja, Core. Stel eens, even de pitch. Dan weten we dan gewoon even het fundament. Wat is het? Wat doet het? Ik ga het proberen kort te houden dan. We hebben 20 minuten. Dus als jij, het ligt eraan hoe sociaal je bent naar je collega's op het podium. Heel sociaal. Ja, dus ik ga het echt wel kort houden. Het gaat erom dat Core is eigenlijk een product voor de algemene markt. Vooral voor romans en thrillers. Dus we hebben daar echt wel een eng publiek gekozen. Of een product. En wat daar gebeurt is dat de redacteur zelf of de uitgeverij structuur gaat aanbrengen in het Word-bestand. Dat zij die kunnen opladen in het Core-systeem. Dat ze dan ook een template, dus een grafische vormgeving, kunnen kiezen. Ja. Die we samen met de klant hebben ontwikkeld. Dus dat kan gaan over verschillende vormgevingen. Ook verschillende formaten bijvoorbeeld. De klant krijgt een automatische proef uit dat systeem, omdat we de structuur kennen van het Word-bestand. Daar kunnen zij meteen mee aan de slag door correcties uit te voeren. In copy, maar ik wil het niet te ver gaan drijven. In copy is een InDesign Light. En achteraf, en dat is belangrijk, en dat is de persoon die hier links van mij zit, gaan wij echt wel een grafische controle gaan doen van staat alles goed? Want tot op dat punt heeft de klant alles alleen gedaan. En we willen de klant wel bij het handje houden en toch ook die quality control nog doen van kijk, is dit wel goed genoeg om naar de drukker te sturen? En dan gaat onder andere Jens de proef wel controleren, bijsturen waar nodig en een druklare PDF en EPUB leveren. Even heel kort, wat is jouw rol? Hij legt al een beetje uit, maar als je het zelf moet uitleggen. Ik ben eigenlijk grafisch ontwerper, desktop publisher bij Krius Groep dan, voor Core. Ja. Samen met mijn twee collega's. En ik ga, zoals Jordi al zei, een controle doen op de boeken die dan onze klanten maken. Hun ondersteunen tijdens het proces ook. Ik heb veel klantcontacten. En verder zet ik ook mee de templates op. Dus ik ga ook met de klanten in contact om te zeggen van kijk, welke boeken maken jullie? Wat willen jullie graag kunnen doen in het Core-systeem? Je hebt eigen template natuurlijk, hè? Ja, elke uitgever heeft zijn eigen voorkeur van lettertypes, formaten waarin dat ze publiceren en zo. En ik ga dat mee opzetten. Oké. Okay. Hey, en jij werkt ermee? Ja, correct. Ja? En vertel eens wie je bent en wat je doet. Ik ben Maaike Pleging. Ik ben redacteur bij Lebowski Publishers. Doet Lebowski Publishers? Wij geven romans uit, ook wel biografieën, niet heel zware non-fictie, poëzie. En een groot deel zetten wij via een Core van Krius. Dus dat doe ik ook. Okay. Ik krijg vaak van de andere redacteuren krijg ik het Word-bestand binnen. En ja, met behulp van Core maken we er uiteindelijk een boek van. Okay. En dan zit naast jou nog iemand te vieren, even de introductie. En wie ben jij en wat doe jij? Ik ben Glenn Bal en ik werk bij Krius Groep. Ik ben een software engineer en ik heb mee bij het opzetten en het ontwikkelen van Core. Je bent een van de technische breinen. Ik ben een van de technische breinen. Je praat gewoon. Zeg maar. Ik kan gewoon praten. Ik ben geen AI en ik heb nog geen audioboek nodig. Nee, best aantrekkelijk voor een nerd ook. Zeg maar. Ja, ik ben echt supergoed. Ja. Hey, en Jordi, vertel eens even. Ooit was er geen Core, hè? Tuurlijk niet. Hoe deed men het dan? Op de traditionele manier. En die is? Die is het Word-bestand over de heg gooien, zoals wij zeggen. Van kijk, zet er, doe maar iets. Ook vragen van, kijk, maak eens een leuk layoutje. En elk boek was dan ook nog anders. Dus de klant werd daar op kosten, ik noem dat op kosten gejaagd. Omdat, de structuur van elk boek is ongeveer wel hetzelfde. Zeker als je naar die markt gaat kijken. Mm-hmm. En als je daar inspraak van de auteur doelt, dan wil de auteur toch altijd wel iets anders. En dan ben je eigenlijk kosten aan het maken om proeflayouts te vragen aan de zetters of aan de DTP'ers. In plaats van meteen aan de opmaak te kunnen beginnen.
Uh-huh. En vandaar hebben wij gedacht van ja, we gaan een technologische software in de markt zetten die gewoon vastgedefinieerde templates heeft, om die kosten al weg te nemen bij de klant. Was jij aan het prillen, zeg maar, stond je aan de wieg? Ik stond mee aan de wieg. Mee aan de wieg. Ik ben niet de bedenker, moet ik eerlijk bekennen, want dat is mijn broer Jurgen, die mag met de pluimen gaan lopen. Wie? Ja, soms doet dat echt wel goede dingen. Ja. Ja. Dat was een binnenkopper, hè. Ja, hartstikke fijn. Goed, we gaan snel door. Heb jij ook nog, Mike, heb jij in pre-core-tijd ook, zeg maar, gewerkt? Ik niet, nee. Nee, ik werk nu 4 jaar bij Lebowski en al die tijd werken we met core. Oké. Okay. Hoe bevalt het? En dan niet alleen zo, goed, perfect. Oh ja, goed, perfect. Ja, heel fijn. Wel echt heel goed. Ik vind het heel makkelijk. Er werken veel jonge mensen ook op de bureauredactie, afdeling bij andere imprints bij Over Amstel, want Lebowski valt onder Over Amstel. Die kunnen makkelijk overweg met dat soort programma's. Over het algemeen. Blijkbaar, zeg maar, heel gemakkelijk. Ja, je hebt een Word-bestand. Je zet het om naar het gestelde Word-bestand. Zo noem ik het altijd. Dat is denk ik niet de juiste benaming. Maar voor elke paragraaf, aan elke paragraaf hang je een bepaalde stijl. Ja. En zo maak je zelf dat boek op. Dus net vanochtend ging het over XML. En toen dacht ik van, we hebben volgens mij een heel makkelijke variant daarvan. Dat verbergen zij gewoon. Ja. Het is voor ons extra makkelijk. Dan zit er dus een technisch verhaal achter. Nou, ga maar los. Is even voor de, er zitten altijd een soort zeg maar connected mensen in de zaal. Die vinden ook allemaal vet cool. Vertel eens even, wat is nou het hart? Hoe is het opgebouwd? En ga maar eens even helemaal los gewoon. Ja. Ik doe net of ik het snap, hè? Gaat-ie. Zoals Mike het zei, er zit XML op de achtergrond. We zijn eigenlijk gestart vanuit het Word-bestand, want daar gebeurt het eigenlijk allemaal mee. En als je van Word, was onze eerste vertaling vroeger altijd al naar XML. Ja. En vanuit ons database publishing verhaal zijn we eigenlijk gegaan van het XML verhaal naar InDesign. En als je het beide koppelt, ga je van Word naar XML naar InDesign. Dus dan heb je het hele plaatje. Nou, Kleen, dan zegt het zo simpel. Stel dat hadden wij kunnen doen maken. Ja. Hey, maar luister eens, dat koppelen met InDesign, hè? Is dat eenvoudig geregeld? Want ik bedoel, hoe werkt, want InDesign ken InDesign niet, maar wat lag je nou? Ja, dat is niet gemakkelijk. Nee, want dat is natuurlijk zo'n pakket wat helemaal dicht zit aan alle kanten, kan me voorstellen. Voordat je daar lekker mee kan praten en weet ik wat. Hoe vertel eens? Ja, dat heeft Glenn opgebouwd. Dat is eigenlijk, werken wij heel gestructureerd. We leren dat ook aan onze klanten aan. Ja. En als ze daar buiten treden, dan valt alles een beetje in duigen, maar core is eigenlijk opgebouwd heel gestructureerd. En als je daaraan houdt, dan gaat dat naar InDesign, waar dat dan dezelfde stijlnamen terugkomen. En vanuit de XML dan gaat die dat aan de juiste stijlen koppelen. En zo krijg je eigenlijk een boek, een InDesign-bestand en een PDF. Gaat dat altijd goed? Meestal wel, ja. Ging het altijd goed? Nee. Nee. Wat ging er dan met name mis? Want waar zaten de problemen? Oh, er zijn altijd, het is een product ook in opbouw. Het is nog maar 5 jaar, het is jong. Er zijn altijd wel dingen waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld vreemde talen toepassen in bestanden. Daar zoek ik ook naar oplossingen voor. Ja. Appjes, zoals ze in Nederland zeggen, zijn heel. Zeggen jullie dat dan? SMS'jes. SMS'jes? Dat is wat anders. Ja. Dat is wat anders dan een appje. Ja, dus via de tekst. Ja. Ja. En ja, veel, dat komt ook veel meer voor in de moderne boeken. En dat is een andere vormgeving, want dat moet er natuurlijk uitzien zoals op de smartphone. Ah, je bedoelt echt dat er in een boek beschreven wordt dat er ergens een SMS inderdaad. In jouw woorden. Wij bijvoorbeeld communiceren via smartphone en dat komt veel meer voor in nu in romans en zo. Oh, grappig. En wij moeten er emojis en dat soort dingen. Oh ja, die shizzle moet er ook allemaal in. Ja, soms wel. Ja. Daar moeten we natuurlijk een oplossing voor zoeken. Hoe doe je dat dan met een emoji? Is dat automatisch met een lettertype dat daar op toegepast wordt. En dat kan allemaal met het systeem ook dat Glenn mee ontwikkeld heeft. Heb je ook wel eens dat je dan een emoji en dan in één keer in InDesign was het een hashtag, was het in één keer hacky of zo, weet je wel? Of dat dan helemaal fout ging? Ja, dat gebeurt inderdaad. En daar zoeken wij naar oplossingen voor. Dat is ook een deel van mijn job dan. Dat steken wij allemaal in die templates. De klant heeft daar eigenlijk weinig last van. Zij moet enkel melden, we zouden graag dit of dit eens proberen. En dan proberen wij een oplossing te zoeken. En hoeveel templates hebben jullie dan? Waar hebben we het dan over? Dat hangt af van klant tot klant. We proberen dat te beperken, maar er zijn er natuurlijk bij die dat
rond de 60 verschillende vormgevingen ter beschikking hebben. Voor één klant? Ja, in allerlei formaten. Hoeveel, hebben je, hoeveel templates heb je? Vijf. Gewoon ja, gewoon vijf. Ja. Ja. Nee, want ik kan me voorstellen, als je te ver gaat in templates, dan wordt het weer zo tailor-made, weet ja, je wel, terwijl je dat nog net niet wil. Nee, dat proberen we wel zeker te beperken ook. Maar het kan wel bijvoorbeeld zijn dat een uitgeverij zegt, we hebben een nieuwe reeks die we op de markt willen brengen en dan kunnen we daar specifiek een template voor ontwikkelen. Dat kan allemaal. Oké. Okay. Is er competition eigenlijk als het gaat om core? Is dat natuurlijk een lullige vraag voor mij. Helemaal niet. Oh, gelukkig. Ik kan misschien zeggen, het unieke aan core is dat we echt wel de nichemarkt hebben opgezocht van thrillers en romans. Er zijn producten op de markt, ook in de UK, die ook van Word naar een geprint boek gaan, dus naar PDF, EPUB. Ja. Maar die hebben het dan breder getrokken. Dus in zulke systemen kunnen ook wetenschappelijke publicaties komen. Dus die gaan inderdaad echt wel de user gaan confronteren soms met XML en met XML-blokjes. Ja. En dan wordt het veel te complex. Terwijl, ja, het vreemde is aan core, als je dat aan collega's bijvoorbeeld laat zien, van dit is onze workflow, want dat staat daar wel, dan zeggen ze van, hoe logisch is dit? Kunnen jullie daarmee klanten overtuigen? Omdat het zo makkelijk en zo simpel is, maar het is ook echt wel voor de nichemarkt gebruikt. Want als wij ervoor gaan zorgen dat ook vak- en wetenschappelijke tijdschriften of boeken daarin kunnen, dan gaat Maaike misschien zeggen, van, voor mij wordt het veel te complex, want er zijn veel, zoals wij in het Vlaanderen zeggen, toeters en bellen die we helemaal niet nodig hebben. Zeggen wij ook, zeggen wij ook. Ja? Ja. Die we helemaal niet nodig hebben. En vandaar, het is zo ingebleven en daar blijven we aan vasthouden. Okay, is het duur? Nee, helemaal niet. Okay. Dat is ook net het voordeel. En dat ga je misschien straks van Colin ook wel horen, want Colin is dan een UK-zetter die Core wil gaan gebruiken. En hij heeft veel van zijn werk verloren aan India en Filipijnen en hij wil eigenlijk met Core het gaan terughalen. Aha, oké. Okay, dat dus inderdaad het automatisch proces hè, dat Glenn dan heeft gebouwd, dat zorgt er ook voor. Ja, tot en met dat Jens eraan komt, hebben wij nog niets moeten doen. Enkel hebben ze het systeem gebruikt, dus vandaar kunnen we het ook goedkoop in de markt zetten. Ja, ja. Hey, en hoeveel ontwikkeluren zitten erin? Er zijn waarschijnlijk wel wat ontwikkeluren. Hoeveel mensen? Ben je in je eentje? Of heb je een team? Ik denk dat het redelijk beperkt is. Ja, doe je het gewoon in je eentje? Ik denk dat er zeer weinigen zijn die de kennis van XML naar InDesign... Ga je nou een beetje stoer lopen doen? Ja, dat gebeurt. Ja? Oh, hey. En wat staat er allemaal op je... Hoe heet dat bij jou? Zo'n wishlist of hoe heet je dat in technisch jargon? Zeg maar op de roadmap, hè? Roadmap, toch? Dus wij in Nederland zeggen roadmap. Heb jij een roadmap? Een software roadmap? Wat er allemaal op je wensenlijstje staat? Voor het komende jaar? Ik denk dat als ik naar Core kijk, dat het voornamelijk zal zijn naar hoe dat we het gaan bekijken. Hoe we het aantal pagina's kunnen afdwingen. Ja, beter gaan analyseren hoe dat we het op het juiste aantal pagina's kunnen uitkomen die gewenst zijn en ook in de markt zal gebracht worden. Leg dat eens even uit. Jullie zitten allebei meteen heel geestdriftig mee te kijken. Ja. Zal ik Jens, zeg jij. Ja, wat nu het geval is bij Core, is dat de klant eigenlijk zijn Word-bestand structureert. Hij heeft wel een idee van het aantal woorden, maar dan per template verschilt de omvang van hoeveel pagina's dat je uiteindelijk uitkomt. Snap ik, ja. Wat dan nu een ontwikkeling is waar we aan bezig zijn, is eigenlijk dat de klant kan zeggen op voorhand van kijk, 224 pagina's, geef dat in. En Core gaat automatisch zelf de juiste template koppelen aan jouw Word-bestand en die gaat ervoor zorgen dat jij op 224 pagina's uitkomt. We zijn in de buurt. We zouden een soort dynamisch template moeten hebben eigenlijk. Ja, dat gebeurt nu wel al. Er zijn al bepaalde functionaliteiten binnen Core die ervoor gaan zorgen dat je bijvoorbeeld kan zeggen ik wil een boek dat volledig uitgevuld is, dus niet met blanke pagina's. Dat bestaat al allemaal, dat hebben we al. Of heading key wat smaller. Of, ja, zo van die dingen. Zo mee kunnen doen, dat vind ik zo leuk, hè? Ik had ooit een bedrijf met heel veel software en ik was altijd, je moet mij roepen om te testen. Echt, hè? Als er nieuw iets is, laat mij maar langskomen binnen 5 minuten hack je systeem. Ja, echt, echt, echt. Wat moet er verbeterd worden in Core? Ga je nou niks zeggen? Nee, ja, er is heel veel mogelijk. Dus er zijn wel veel uitzonderingen. Maar ja, wat je zegt, dat gaat dan om... Oh, we hadden laatst een Hebreeuwse zin. Ja, dat pakt hij niet. Oké, hoe gaan we dat oplossen? Nou, dus je kan gewoon heel makkelijk overleggen daarin. Maar verder...
En die flexibiliteit is er wel in Core. Jazeker. Hij doet default, doet hij alles zelf. Maar als je wil, kun je dat gewoon telemate aanpassen. Ja, en soms dan pas ik wel stiekem dingen aan. En dan denk ik van, hey Jens, let op. Dit heb ik eigenlijk wel zelf aangepast. Kan dit? Vergevorderde klanten die al in het systeem zitten, die kunnen dat inderdaad zelf. Daar zeggen wij ook niks van. En voor bijvoorbeeld dat Hebreeuws. Daar zoeken wij ook naar oplossingen samen. Ik sta heel dicht bij Maaike bijvoorbeeld. We hebben wekelijks, denk ik, wel contact. En als er iets is, kunnen ze ook gewoon bellen. Mijn collega's zitten daar ook. Ik snap het inhoudelijk, ik zou er heel blij mee zijn. Maar tegelijkertijd, als ik dan als commercieel eindverantwoordelijk en ik zou keihard gaan groeien. En ze zouden allemaal zo doen, die klantjes. Dan heb je natuurlijk een soort responsibility, snap je? Ik bedoel, als ik Microsoft Word, als ik dat zou kunnen doen, dan gaat Microsoft niet toelaten, zeg maar, dat ik zelf dingetjes ga lopen veranderen aan het product. Dus daar zit ook een risico in, toch? Ja, absoluut. Maar ik denk wel dat het de USP is van ons product, dat we zo dicht bij de klanten staan. En het is ook wel een beperkte toegang die er is. Want inderdaad, wat Maaike over spreekt, is een bepaald processtapje waar zij in copy werkt, waar zij bepaalde dingen ook in copy of in Word gaat doen. Maar dat blijft altijd wel binnen de boundaries, omdat Jens of inderdaad zijn collega's gaan er toch nog door. Dus wij zien ook van als ze iets mispeuterd heeft of iets. Dus die controle is er. Dus het is niet dat we zeggen van kijk, dit mag je echt niet doen. Soms moeten we het wel zeggen, want soms gebeuren er echt wel verkeerde zaken. En dan neem ik niet Maaike als voorbeeld hoor. Maar nee. Dan is er inderdaad het, wij noemen ook, want zij zijn wel DTP, maar terwijl zijn ze eigenlijk ook wel een supportteam voor hun klanten. Hey, en Word aan de ene kant en InDesign aan de andere kant, dat is wel gewoon de default standaard. Dat is gewoon in jullie... Ik werk in copy vooral. En dat is zeg maar de tekstvariant van InDesign. Dus daarin heb je ook minder opties nog. Dus waar het hier ook gaat, is meer dat ik afstand tussen bepaalde regels nog kan aanpassen of het inspringen. Dat zijn zeg maar de stappen die ik dan zet. Een lezer zal het niet opmerken, maar voor ons is dat dan heel belangrijk. Maar in InDesign is veel meer mogelijk nog. En dat gebruiken we bijna niet. Ja, tenzij de illustraties in een boek zitten en dan krijgen we wel eens het InDesign bestand. Maar... Grappig. Hoeveel users hebben jullie eigenlijk? Hoeveel klanten? Er zijn heel veel imprint. Ik zal het zo zeggen. Want inderdaad, we hebben VBK Media bijvoorbeeld als klant. Daar hangen al. Maar dan zie ik beter naar Jens, want die weet dat beter dan ik denk. Of Tom. Dat zijn zeker 7-8 uitgeverijen. En dan het hele Overamstel concern. Ik zeg maar iets 20-25. Ja. Als je dan over imprint hebt, want elke imprint heeft dan ook zijn eigen vormgeving. Dus die kan je eigenlijk al als kleine klantje bereiken. Wat staat er nog op jouw wensenlijstje voor het komende jaar? Los van die pagina, zeg maar, dat je dat wil bepalen? We hadden over het laatst een innovatie toegevoegd. Het is het thema om vreemde talen, zoals Hebreeuwse tekens, Russisch, Chinese varianten, automatisch door Core te laten gaan. En dan sinds de update van InDesign hebben we dat er terug moeten uithalen, omdat dat het systeem te zwaar maakt. En zo'n dingen, daar hoop ik wel dat dat naar de toekomst toe opgelost geraakt. Want we proberen heel veel te automatiseren en ervoor te zorgen eigenlijk dat wij zo min mogelijk nodig zijn. Het ideale scenario zit ik over vijf jaar zonder job. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Ja. Wel doorbetaald. Ja. Hey, en Jordi, wat staat er op jouw wensenlijstje? Voor mij, ik heb eigenlijk maar één grote wens nu. Ik ben niemand die al naar 5 jaar of zo begint te zien. We zijn nu met enkele toch wel belangrijke prospecten bezig. En voor mij staat inderdaad dit fixed aantal pagina's, dat gaat al moeilijk genoeg zijn, staat dat hoog op de priority list. Mm-hmm. Want we weten wel, als we dat kunnen, dat we echt wel heel veel kunnen verder groeien. Okay. En er zijn een paar kleine wistjes, maar dit is echt wel ons hoofddoel nu. Dus all eyes on that. Hey, en Glenn, dan zal ik de vraag aan jou stellen, want die zal door een bij de hand de klant vast wel een keer aan Jordi worden gevraagd. Maar wat nou als jij, en mogen God verhoeden dat dat niet gebeurt, hè? Maar wat nou als jij met je auto tegen een boom aan knalt? Wat dan? Ja, dan zal ik eventjes de hersenen op een bokaal zetten en hoop dat er vervanging komt. Ja. Nee, maar even, Jordi, serieus, dat is wel een dingetje. Ja, tuurlijk is dat een dingetje. Maar dan moet je aan Luc vragen, want Luc van de afdeling van Luc. Wat dan? AI. You're being replaced. Ja. Nee, maar dit is wel een dingetje, toch? Ja, het is ook heel specialistische kennis. Daar lopen echt weinig mensen rond
die dit vak op die manier kunnen. Heel goed voor de salaris dit. Ik ga het even duiden wel, inderdaad, want je hebt gelijk als techneut om Word naar InDesign te krijgen. Maar dan heb je het hele core platform, dat is gebouwd in Alfresco, en daar zijn ook wel Alfresco developers die los van Glendon. Maar puur die techniek is wel heel... Ja. Ja, dat is wel heel als je me goed documenteert. Ja, maar dat doet hij. Ja. Jij heb ik al gevraagd. Heb je nog wensen? Nee, eigenlijk ben je gewoon echt een tevreden klant, hè? Ja. Mooi man, daarvoor ben ik uitgenodigd, denk ik. Ja, ja. Ze dacht, ja, dat is flauw, maar het is gewoon een goed product. Ja, eigenlijk wel. En ook, wat ik zeg, het is gewoon heel makkelijk. Zelfs, net zei ik al, er zijn veel collega's die jong zijn en makkelijk zijn met computers. Maar eigenlijk zijn er ook best wat collega's die dat helemaal niet hebben. En die kunnen er ook mee werken. En voor mij is het heel prettig, omdat je ook met auteurs nog heel snel kan schakelen. In plaats van dat je weer naar een zetter mailt. En dat het weer, daar gaat weer een weekend overheen. Of weet ik wat. Nu kun je gewoon, oké, kom maar even naast me zitten. We gaan het zelf even doorvoeren. En dan ben je zo klaar met een boek. Dat is heel prettig. Kun je meer geld verdienen als je snel klaar bent. Kost minder. Precies. Ja, zo is het. En is de business case rond. Dank jullie wel. Ja. Vragen? Wie? Over Core. Ik kom naar je toe. Ik loop er even om. Dat is denk ik het veiligst. Kom maar aan, hoor. Momentje. Ja. Nee, dat geeft niks. Dat is goed. Ik kan niet naar de sportschool vandaag, dus is goed. Romans en thrillers. Kan non-fictie ook? Of is dat heel bewust niet echt gespecialiseerd voor romans en thrillers? Ja. Ja. Ja, ja, ik zet ze. Nee, ja, dat beter. Dat gaat zeker ook. Ja. Ik heb het dan niet over de echt zware non-fictie werken, maar wij hebben wel templates die daar ontwikkeld zijn voor non-fictie werk, waar de afbeeldingen en zo in kunnen. Er zit ook in Core een systeem om afbeeldingen automatisch te kunnen plaatsen. Dus je kan een proef krijgen waarin de afbeeldingen, noten, eindnoten en zo, dat allemaal opgenomen is, dat bestaat en dat gaat ook. Daar is natuurlijk iets meer werk van onze kant aan nodig om het echt goed te krijgen. Maar je kan zeker een eerste proef uit Core laten komen voor een non-fictiewerk. Of een kinderboek bijvoorbeeld ook. Ik heb daar een aanvulling misschien inderdaad wel op, want het belangrijke aan Core is inderdaad dat je kan zien van... hoe goed moet de eerste automatische proef zijn? Daar gaat het vooral om. Vandaar dat we echt ons focussen inderdaad op die markt waar we misschien tot 90, 95 of zelfs 99% automatisch al mooi een proef kunnen geven die klaar is ook om naar de auteur te sturen. Want inderdaad, er zitten ook mensen bijvoorbeeld van Intercentia. Ik kan perfect hun gestructureerd Word-bestand ook door het core-systeem halen, maar die proef is gewoon niet goed genoeg om naar een auteur te gaan. En vandaar dat we altijd nog handwerk hebben aan zulke zaken. Tenzij dat zij zeggen van ja, stuur maar een proef. Maar ja, daar gaat het vooral om. En dat is ook klant per klant die dat gaat uittesten. Ze beginnen met de makkelijke boeken en ze proberen altijd wat verder en verder te gaan tot ze zoiets hebben van oké, dit kan wel, maar dan gaan ze gewoon meer supporturen betalen omdat we daar nog meer handwerk aan hebben. Maar daar gaat het vooral op. Van, je moet de vraag stellen hoe goed moet onze eerste proef zijn en gaat die naar de auteur of niet? Antwoord op vraag. Dus dat zie je ook als verschil? Die afbeeldingen, voetnoten, et cetera, dat maakt het lastiger? Ja, inderdaad. Dat is een ander soort content waar de andere stijlen voor nodig zijn. Dus daar moeten we ook op voorhand overleggen. Dat is per uitgeverij, want ja, niet iedereen maakt dat soort content. Maar dat stemmen we wel af en dan kan dat zeker. Ja. Tweede vraag is, hoe gestructureerd moet het bestand zijn? Volledig. Ja, meestal, en dat kan Maaike misschien ook beantwoorden, komt het van de auteur bij hun. Zij gaan er eigenlijk volledig doorheen, hè? Van begin tot eind. Ja, ik verstond de vraag niet helemaal eigenlijk. Hoe gestructureerd is het Word-bestand wat je moet aanleveren? Dat maakt eigenlijk... Het is in principe zo dat wij over het... Even de hele bureauredactie... als een auteur inlevert, gaat eerst naar een pers klaarmaken en weer terug. Dus het is op zinsniveau al volledig gecorrigeerd... dan maken we er een proef van. Dus maken wij zelf dus het gestructureerde bestand. Nou, daar zet je nog de Franse titelpagina, de titelpagina, het colofon in. Loop je alle hoofdstuktitels na en de rest van de broodtekst. Dat is hoe gestructureerd het is. Maar dat is, als het goed is, ook het bestand dat je ook hopelijk van een auteur krijgt. Dat het al zo ingedeeld is. Dus ja, hoe gestructureerd het moet zijn, ja,
ik hoop dat het vaak al zo gestructureerd is. Ja. Liefst Hallo? Vrij af. Ja, Oké. Dankjewel. Nog iemand met een vraag over koor of koor gerelateerd of aan Lebowski? Wie? Nee? Nou, dan krijgen ze nog een applaus, toch? Ja, dankjewel. En ik zou net blijven zitten, want dan zitten jullie een beetje op de eerste rang. Want als het goed is, komt daar, zeg maar, want dan ga ik even aftoppen met een Engelse collega, of tenminste collega, partner, zullen we het maar even noemen. En so he looks very serious. There he is. Hello. Hello, Colin. Ah, you can laugh. Hello. Hello, Colin Alsop. Yeah. How are you? I'm very well, Ronnie. How are you? Loud and clear. Where are you situated for the people that are here live in the audience? I'm in the UK in a small town near Ashford in Kent. I feel like I should be on a Eurovision judging panel and assign good points. Yeah, let's see how many points you will get. You are managing director at Falcon Oost, right? Can you describe a little bit what the company is and what it does? The company is, we're a typesetting company. We've been in business since the late 1980s. Founded by a guy called Les Hall in a small suburb of London called Wallington. Mm-hmm. We've moved from into the digital age in that time, and when it went digital, because we didn't need to be in London, we moved down to the Sussex countryside and a small chapel there. That's where I joined in 2008 and as studio manager. And then when Les retired 6 years ago, I took the company on. Okay. And how do you know the Kreis Group? The Kreis Group got in touch with me. I realized that, you know, we needed to look at some sort of technology. So I was looking at various different platforms and ways of producing work. Uh-huh. And Kreis actually got in touch with me and it was a really intriguing proposition, and the guys are great. So it was really easy for me. Why is it an intriguing proposition? Because you looked at the landscape. That's what you say. So you saw different solutions, maybe. So what makes core? I think it's the fact that we get to. I mean, our customers certainly appreciate the fact that we get to oversee everything that they do. So core is not. You don't just put work in one end and you get a finished manuscript out the other end. Mm-hmm. It's much more of an overseen process so that our customers know that when they're using core, we're looking at everything they do and nothing will go to press without us overseeing it and one of our team making sure that everything is okay. Okay. Which I think is a big thing for them. And you especially see a challenge that because you compare the possibilities with core with the offshore market, right? Can you compare those two markets that, you know, strategy one is working offshore, so with people abroad for low prices that they do everything, blah, blah, blah. But you see a competitive advantage to do it other ways with core, right? Yeah, core is very competitive. And because we're changing the way that the customer works, I mean, the editor would normally mark proofs and work in a certain way. So we're getting them away from that and giving them more control over what they do. And it gives them the opportunity to expand their workflow, gives them more input, yet gives us the availability to give them a much better price, which competes with India and competes with offshore typesetting very favorably. Okay. And of course, to get the customer service, they can get us on the phone. Uh-huh. If they get a problem, they just call us up and say, oh, can you sort this out, which they can't do with India. Okay. They do appreciate that. Okay. And how long do you work yourself with Core now? We started using Core a year ago. We're not using it at full scale, full time yet, but we hope to be working with Penguin Random House soon on a trial, and then that will probably quickly move to being full-scale production with them. Okay, and from an international point of view, how is it like technical interface-wise, product-wise? Do you see that's a Dutch product, or is it completely international, adaptable, and everything works, and everything is correct? Yeah, I mean, obviously, we're just looking from a UK
perspective. And the beauty of it is that we know we've got the support from Christ. And if there's ever a problem, if there's any an issue, yeah. I can get your phone or speak to him online, and the issue's sorted out straight away. Okay. So to wrap it up, what are your ambitions for the next, let's say 2 years from now? Well, we're hoping, obviously, to start pinging around the house in the new year, and that could develop fairly quickly. And, of course, as soon as that, we build some more confidence in the UK, we can start talking to all UK types publishers. And I don't see any reason why they shouldn't use it. You know, if they're using offshore typesetting at the moment, it's almost a no-brainer. It might take some time, but that's our plan, is to contact them all and try and dominate the UK market. It'd be nice. You're the perfect sales rep for Creus Group, right? Well, I'm the best. Thank you very much for your time, Colin Alsop, and a big applause here live from Eindhoven, in the Netherlands. Thank you very much. Thank you.